al onze Kamerleden. Huiskamergesprekken. En als je daar die emotionele verhalen van die mensen hoort, dat gaat echt heel merg en been. Maar vind je het een goede tv-vorm? Nou, ik weet niet of hij van tevoren geïnstrueerd was dat het zou kunnen gaan gebeuren. Dat weet ik niet. Maar ik vind het wel goed dat mensen wel hun verhaal kunnen doen. Want die zitten daar al jarenlang er tegen te vechten. Ze voelen zich echt in de steek gelaten. En als jouw huis elke keer staat te bibberen en je krijgt nul request vanuit Den Haag, dan word je ook boos. En dan mag ook... Het is goed dat dat eens een keer op televisie komt. Ja, Jan Marijnissen, uw voormalig partijleider, Die klapte er nog even overheen. Ja, wat kun je anders als je er zit? Dit is een heel duidelijk een vergeten groep. En iemand zei het ook heel... Volgens mij zei Jan het zelf. Als het in Amsterdam was gebeurd en er staat één huis scheef, dan heb je elke dag live televisie. In Groningen zijn het 75.000 mensen en die worden gewoon in de steek gelaten. Dus dat die nu een keer goed gehoord zijn, is heel erg goed. Hella, vond jij dat ook als tv-maker? Ja, ik zag iemand op Twitter gisteren zeggen, goh, dit levert eigenlijk meer op dan al die verkiezingsdebatten bij elkaar. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om een uitwisseling van de gedachten, al gaat dat hart aan hart, tussen politiek